Als ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, uh, straatstenen, die worden tegenwoordig in grote getalen gezamenlijk ja. zo uh, uitgerold. Dan denk ik, oh, dit is wel heel knap. Ja, maar wordt het heel snel. vaak ook nog wel met de hand gedaan. E, zeker, en vaak <laughs> moet het daarna nog weer uh, recht worden Precies. gelegd, omdat het toch niet helemaal perfect is gegaan. Ik zie daar wel iets van innovatie, maar je zegt, eigenlijk gebeurt daar veel te weinig. Ja. De technologie gaat veel harder dan veel dat harder, we innoveren ja. in de sector zelf. Ja, inderdaad. En... Waar ligt dat dan aan? We willen mensen niet dat het sneller, goedkoper, beter gaat, veiliger. Ik denk dat we voornamelijk de afgelopen tien jaar komt voornamelijk door de crisis, denk ik. Dat mensen die gedwongen zijn om als ZZP'er te gaan werken voor een veel te lage loon. En dus daardoor is ook die hele sector echt op overlevingsmodus heeft gestaan. En vervolgens dus ook de manier hoe het is geregeld, van een onderaannemer die krijgt een zak met geld, daar moet hij het mee doen. En die zijn dus gewend om op zo'n manier te werken. En geen tijd om altijd die tijdstukken... en geen tijd om technologie te omarmen. Nee, wat, is het dan zo dat de, de eerste investment daarin... gewoon te veel vraagt van ze? Of is er geen drijfveer voor ze? Er We zijn wel initiatieven. zijn wel initiatieven. Maar omdat iedereen dus ook heeft... Zo, ieder project is weer anders. Dan moeten ze echt... Uh, om het zo uniek is qua locatie qua bouwstijl, een uh, nieuw team en uh, andere so an type materialen of andere kleurmaterialen, alles is anders. sinds alles als iets nieuws. Ja. Uh, waardoor je dus uh, niet de, de, die, die, die drive-feer krijgt om daadwerkelijk uh, te innoveren. Er zijn wel initiatieven hoor, dat uh, moeten we ook wel gezegd worden. Prefab begint natuurlijk wel echt een, een, uh, een mooie. Ja, steeds, steeds groter te worden. Hè, dat je mm -hmm. eigenlijk heel veel of echt, um, elementen of uh, muurelementen in één keer al bij elkaar zet. dan wordt het, hoeft het alleen nog maar uh, me, in elkaar geschroefd te worden. Maar omdat er dus ook heel veel verschillende partijen zijn, om die allemaal in line te krijgen, mm -hmm. uh, ook voor, voor ons dan voornamelijk op het op logistiek gebied, is het gewoon heel lastig. Ja, ja. Wij vonden het fantastisch, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat dat dus vooral weten en als je op de hoogte wilt blijven, hit the subscribe button. Voor een volgende keer.